je gaat het theoretisch een beetje uit elkaar trekken om te kijken welke patronen zijn nu helpend en welke patronen houden eigenlijk ook het eetpatroon een beetje in stand. Je hebt een duivels dilemma. Je kind wil niet eten, maar het moet wel eten. En aan de andere kant zou ik ook zeggen van choose your battles. Ik ben werkzaam bij Zijcentra. Zijcentra is een organisatie die werkt met kinderen met eetstoornissen. En in dit geval eetstoornis ARFID. Ik werk al meer dan 25 jaar met kinderen en jongeren met psychische problemen. Van origine met kinderen met verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen zoals AS of ADHD of gedragsproblemen. ARFID is een eetstoornis en die kun je op alle leeftijden krijgen. Dus bij kleine kindjes kun je dat al diagnosticeren, maar ook bij volwassenen. ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. De vermijdende restrictieve voedselinnamestoornis. Het is niet wanneer je niet graag boontjes wil of niet graag worteltjes wil en daarmee eigenlijk een beetje een moeilijke eter bent. Dan praten we niet over ARFID. Het gaat erom dat je zo weinig of zo selectief eet dat je echt te weinig groeit en extra voedingsstoffen nodig hebt, medische voeding, bijvoorbeeld kleine drankjes of zondevoeding zelfs. Wat is kenmerkend voor ARFID is dat kinderen en volwassenen te weinig of te selectief eten. En dat komt omdat ze of vanwege de sensorische kenmerken van voeding, dus dan vinden ze het te vreemd ruiken of te vreemd in hun mond aanvoelen. Of vanwege de angst dat er iets gaat gebeuren wanneer je dat product eet. Dus de angst voor de aversieve gevolgen. Soms bij hele jonge kinderen die dat al vanaf babytjes aan hebben, die toch een soort instinct hebben gehad doordat ze er ziek van worden. Ja, bijvoorbeeld de kinderen met allergieën. Die hebben al heel snel door van als ik dat eet, dan word ik daarna ziek. Of de kindjes met reflux bijvoorbeeld, daar zien we dat bij. Of de kinderen die al heel vroeg longproblemen hebben gehad of hartproblemen. Die voelen zich benauwd bij het eten. Als je het flesje moet drinken terwijl je geen lucht krijgt, kun je je voorstellen dat dat geen plezierige ervaring is. Dus eigenlijk van jongs af aan, voordat ze daar woorden aan kunnen geven, hebben die eigenlijk al een aversie tegen eten. Of als je eet en je krijgt daarna buikpijn, kun je je voorstellen dat die associatie snel gelegd is. Maar het kan ook op een latere leeftijd ontstaan, doordat je bijvoorbeeld verslikt of doordat je iemand hebt gezien die zich heeft verslikt in een bepaald product. Dan heb je wat meer te maken met dat type. Soms maken we ook dat kinderen in beide profielen vallen. Doordat iemand al heel gevoelig is in zijn mond, daardoor gaat hij voorzichtiger eten. En doordat hij voorzichtiger eet, is de kans op verslikken ook groter. Of vanwege een gebrek aan interesse. En doordat kinderen dat hebben, eten ze veel te weinig of veel te selectief. En doordat te weinig eten, groeien ze niet goed genoeg of krijgen ze zelfs ondergewicht of ze hebben deficiënties, dus te weinig van bepaalde voedingsstoffen of ze komen in de problemen met hun sociaal leven. Dus ze willen niet meer deelnemen aan de gewone dingen van het leven, kunnen niet meer naar school gaan of willen niet met vriendjes afspreken vanwege hun schaamte of vanwege het feit dat ze niet mee kunnen doen met het gewone leven. Maar en je kunt je ook voorstellen dat je zelfs voor alle drie de profielen in aanmerking komt. Wanneer jij met tegenzin moet eten, wanneer dat niet smaakt, wanneer je bang bent, dan kun je ook voorstellen dat je je interesse in eten verliest. Kun je eigenlijk ARFID krijgen op elke leeftijd. Je kunt daarbij ook nog andere problemen hebben, zoals AS of ADHD of angst. Dat kan heel goed voorkomen. We kunnen te maken krijgen met een heel jong kind, maar we kunnen ook te maken krijgen met een volwassene. Dus wat heel belangrijk is bij die ARFID, is dat wanneer je weet wat er speelt, dat je heel goed kijkt welke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van dit probleem. Dan kijken we naar de biologische factoren. Dus wat is met deze persoon aan de hand? Komt dat omdat hij vroeger ziek is geweest of spelen er nog andere dingen een rol? Het kan best zijn dat iemand allergieën dat hij daar nog steeds last van heeft. Of het kan zijn dat hij een andere ziekte heeft waardoor hij bepaalde voeding mag eten. Daar kijken we naar. We kijken naar het psychologisch profiel. Maar iemand met een angstprobleem, ja, daar gaan we wat anders mee om als iemand die dat niet heeft. Dus intelligentie is een belangrijke factor die een rol speelt. Je kunt met iemand met een verstandelijke beperking niet op dezelfde manier je behandeling vormgeven als dat je een hoogbegaafd iemand
kind hebt, doe je dat ook wat anders bij. En we kijken ook naar de sociale leergeschiedenis van een kind en in welke context speelt zich dat af. Want je kunt je voorstellen dat wanneer je een eetprobleem hebt, dat is zo invasief in het hele leven voor iedereen, niet alleen die persoon die dat heeft, maar het hele gezin. Nou, er ontstaan patronen, nou, zeker als een kindje van jongs af aan zo'n eetprobleem hebt. Dat is bijna verweven met het kind en het eetprobleem zelf. Dus je gaat dat theoretisch een beetje uit elkaar trekken om te kijken welke patronen zijn nu helpend en welke patronen houden eigenlijk ook het eetpatroon een beetje in stand. En dan gaan we kijken waar gaan we invloed op uitoefenen. Nou, intelligentie. Dat is een gegeven, daar moeten we het mee doen, kunnen we niks aan veranderen. Als iemand geen koemelk eiwit mag hebben, moeten we dat uit de dieet elimineren en gaan we dat ook niet toevoegen. En verder kijken we naar die profielen. Iemand die bijvoorbeeld nog nooit niet heeft gegeten, die heeft ook gewoon die ervaringsachterstand. Dus soms moeten we die samen met de logopedie, gaan we die eerst vaardigheden aanleren, zodat hij ook veilig die voeding kan eten. Dat is dan ons belangrijkste eerste aangrijpingspunt voor behandeling. Wanneer iemand heel gevoelig is voor die sensorische kenmerken, dan weten we ook dat iemand heel vaak dat product moet eten voordat hij een beetje vertrouwd raakt met die consistentie of met die geur. Ga je in je behandeling heel vaak eenzelfde soort product aanbieden, of je kiest er bijvoorbeeld voor om dat product te combineren met een ander product wat erop lijkt. En dan ga je steeds meer het kind laten wennen aan die andere sensorische kenmerken. Bij de kinderen waarbij angst voor de aversieve gevolgen een grotere rol spelen, daar ga je disconformeren, noemen we dat in professional taal. Je gaat eigenlijk datgene waar iemand heel bang is dat voor gaat gebeuren, als je daar nooit mee geconfronteerd wordt, denk je dat dat gaat gebeuren. En die gedachte dat het 100% geloofwaardig is dat dat gaat gebeuren, die blijft voor jou overeind. Vind je? Je denkt van ik ga stikken als ik dat eet. Nou, als jij dat nooit gaat eten zonder te stikken, blijf jij geloven dat je daarin zult stikken. Dus die kinderen gaan we confronteren met het product. En we gaan kijken van gaat het uitkomen wat jij denkt dat gaat gebeuren. Nou, in principe zou het beste zijn om te zeggen als iemand bang is om het brood te eten, je laat die brood eten. Maar we weten ook dat iemand die stap bijna niet durft te maken. Dus de therapeut, dat luistert heel erg nauw, die gaat zoeken, hoe ver krijg ik iemand, hoe kan ik iemand motiveren om datgene te doen waar hij zo bang voor is. Dat trauma een rol kan spelen bij de ontwikkeling van ARFID of bij het instand houden van die ARFID. Een vorm van traumaverwerking is toch ook ermee bezig zijn. Wij denken ook dat de behandeling zelf ook werkt om daar toch overheen te groeien. Maar het kan ook zijn dat er extra behandeling nodig is. Een aanvullende behandeling zoals EMDR, dat zou een rol kunnen spelen. Kun je ervan genezen van ARFID? Ja, we weten dat in ieder geval die symptomen, dat we die kunnen verminderen. Sommige kinderen kunnen er echt helemaal van herstellen en die zullen eigenlijk ook niet meer de diagnose ARFID krijgen. Een aantal kinderen of volwassenen, die zullen op een bepaalde manier er altijd wel rekening mee moeten houden. Maar dan kunnen we in ieder geval met een goede behandeling kunnen we zorgen dat de symptomen, dat ze daar minder last van hebben. Of bijvoorbeeld niet meer afhankelijk zijn van zondevoeding. Maar bijvoorbeeld wel nog een selectief voedingspatroon hebben of een gezond gewicht kunnen behouden. Daar kan een goede behandeling kan daar zeker voor zorgen. En hoe kunnen we het kaf van het koren scheiden? Hè? Hoe weet je dat je kind of jezelf een goede behandeling krijgt? Nou, daar zou ik echt willen adviseren om op de website te kijken van Keet. Daar is een heel mooi ketennetwerk samengesteld waarbij je op regio kunt kijken welke hulpverleners zijn er op dit gebied waarvan we weten die een goede behandeling voor ARFID aanbieden. En je wil graag dat iemand ook het liefst zo snel mogelijk hulp krijgt en ook hulp krijgt die zo dicht mogelijk bij huis is als dat kan. De NAE die biedt ook mogelijkheid om scholing te volgen om meer kennis te hebben van ARFID. Maar we weten ook dat ARFID heel veel gezichten heeft, hè? Er zijn nogal eens ouders die door de kinderarts niet serieus worden genomen, omdat hun kind eigenlijk heel gezond is of een gewoon gewicht heeft, of nooit ziek is of zelfs overgewicht heeft. Maar dat kan op psychosociaal vlak wel heel veel problemen
zorg. Dus ga naar de huisarts, lees erover, vraag voor een doorverwijzer en ga kijken op dat kennisnetwerk of er een organisatie bij je in de buurt is die je daarin verder kan helpen. Wat we soms zien is dat vooral ouders radeloos zijn, hè? Want je moet 3 keer per dag eten, 4 keer per dag eten, 5 keer per dag eten, 365 dagen per jaar. Dus daar waar het soms in het begin nog geen nood is, gaat het wel een steeds grotere nood worden. Aan het eetpatroon, aan de sfeer in huis, aan het zelfbeeld van het kind, dat leidt eronder wanneer je voortdurend onder zo'n stress moet eten. Dus hoe eerder we het eetprobleem kunnen aanpakken, hoe minder groot het op den duur zal worden. Dus vroeg interveneren, dat zal heel veel bijdragen in het verder ontwikkelen van het eetprobleem. Het is goed om met een professional erover te praten van waar hebben we te maken met een kind in een moeilijke periode en waar hebben we te maken met een eetstoornis of een eetstoornis in ontwikkeling. Kijk op sites waar je andere mensen treft die in dezelfde situatie zitten. Dat kan heel helpend zijn in het delen van die ervaring en die beleving. Maar ga zeker ook naar de huisarts of naar een kinderarts en ga daar je zorgen delen. Soms is het echt nodig om eerst te zorgen dat je die voedingstoestand beter op orde krijgt. Maar ook om te kijken waar kun je de beste hulp vinden om jou daarin te begeleiden. En dat kan heel intensief zijn, maar soms kun je ook toch wel in een lichtere vorm wel al geholpen worden. Ja, bijvoorbeeld Wachtkracht, dat is een filmpje die speciaal gemaakt is. Wat kun je doen tijdens de periode dat je hulp hebt gevraagd en ook hulp krijgt. Het kan natuurlijk zijn dat je de stap hebt genomen dat je naar de huisarts gaat en dat de huisarts dat niet herkent. Of dat je in behandeling bent bij de kinderarts en dat die het niet herkent. Nou, dan zou ik zeker zeggen, informeer jezelf heel goed. We hebben bijvoorbeeld ook een informatiefolder gemaakt voor thuisarts.nl. Of bij de VGCT heb je een patiëntenwebsite waar je goed informatie kunt krijgen. En daarbij is er ook een advieshulplijn voor professionals. Katie, die is dagelijks te bereiken, waar professionals, dat kan een psycholoog zijn, kan een huisarts zijn, kan een kinderarts zijn, ook specifiek jouw situatie kan bespreken en kijken wat kan de huisarts of de kinderarts al doen of waar kan hij je naartoe doorverwijzen naar professionals die daar meer informatie over kunnen geven. Of misschien ook om te kijken van, is bij jou sprake van een eetstoornis, ja of nee? Wanneer je naar de huisarts gaat, dan kan de huisarts wel een indicatie geven wanneer hij een vermoeden heeft dat hij te maken heeft met ARFID. Maar die zal je doorverwijzen naar een kinderarts of naar een psycholoog die daar meer verstand van heeft. En die kinderarts of die psycholoog die kan op basis van de criteria van de DSM, kan die kijken van heb ik hier mee te maken. Maar we hebben ook een instrument die dat wat beter meet. En dat is de PARDI. En de PARDI die is vertaald vanuit het Engels. Komt daar ook een scholing voor. Dat samen door Kate en Akare en Sai Centra, die heeft een e-learning ontwikkeld waar professionals die geconfronteerd worden met ARFID, die kunnen daar een scholing in volgen, zodat ze beter kunnen diagnosticeren. Hebben we hier te maken met een ARFID? En welk profiel heeft deze persoon van ARFID? Dat kun je met dat instrument ook heel goed identificeren. Een kindje die heel veel angst heeft, dan kan het zijn dat wanneer je afleidt, dat hij er niet over gaat nadenken en daardoor makkelijker eet. Ja, dan is dat een goede manier. Maar heb je een kindje met het gebrek aan interesse, die is afgeleid, die heeft geen interesse in eten. En als je die televisie laat kijken, die vergeet gewoon die hap te nemen. Dus je kunt daar heel slecht algemene informatie over geven. Dan gaat het toch vooral over wat kun je doen met gezondheid, welke producten helpen, wie kan je daar het beste bij helpen. En het lastige is dat je als ouder of als opa of als oma, want iedereen bemoeit zich ermee. Je bent allemaal het beste voor je kind. En je bent zelden de oorzaak van het probleem, maar je speelt wel een rol bij de oplossing. Hè? En je speelt ook een rol bij het in stand houden van het probleem. En dat doe je onbewust. Dus door je eigen gedrag te veranderen, kun je ook het probleem van je kind veranderen. En dat wil niet zeggen dat je de oorzaak bent of de schuld, maar je maakt wel deel uit van de oplossing. Je hebt een duivels dilemma.
Je kind wil niet eten, maar het moet wel eten. Hè? Je hebt twee verantwoordelijkheden. Enerzijds op de korte termijn zorgen dat een kind voldoende voeding binnenkrijgt. Zeker bij de kinderen waarbij ziekte nog een rol speelt. Bijna alle ouders krijgen van de arts te horen dat je kind goed moet eten. Ja? En dan weet je dat dat moet, maar het kind wil dat niet. Maar het moet wel. Dus als je kind dan bereid is om bijvoorbeeld wel een papje te eten dat je maakt. Ja, dan maak je als ouder dat papje. En dan weet je wel ergens van, ja goh, het zou ook best een boterhammetje kunnen eten. Maar als hij dat niet doet, ja, waar kies je dan voor? Dus we zien heel veel ouders die kiezen voor voeding te geven op korte termijn. Wat ook belangrijk is. En dat zal niemand in twijfel trekken. Maar waarbij je ergens merkt van, hé, dat probleem is eigenlijk wel verholpen. Dat lichamelijk probleem. Maar hoe maak ik die stap naar andere voeding? Want dan stopt dat kind met eten. Dat duivels dilemma. En daardoor groei je daarin mee. En inmiddels zit er zo'n patroon waarbij je als ouder je kind kan lezen en schrijven. En dat kind ook aan jou ziet van, dit gaat vandaag, dit ga ik toch wel meer mijn papje krijgen. Of vandaag ga ik dat niet krijgen. En uiteindelijk, als je kind niet wil eten, ga je als ouder dat papje geven. Op welk moment kun je wat van keuze maken? Ik denk dat dat voor ouders ook heel erg lastig is. En daarbij denk ik dat een kinderarts of een andere professional wel kan helpen. Maar soms is eerst op lichamelijk op kracht te komen, is gewoon een belangrijk doel. Maar er komt een moment dat je daar wel wat in kunt permitteren. En hoe doe je dat dan? Ouders spelen een heel erg belangrijke rol in het veranderen van dat eetgedrag, waarbij er een stukje medische ondersteuning nodig is. Ouders moeten weten wat kunnen ze permitteren. Wij weten allemaal wel wat een kind idealiter zou moeten eten. Maar als je niet 5 soorten groenten eet of 5 soorten fruit, hoe slecht is dat op dat moment? Hè? Wat kun je permitteren? Wat is ook goed genoeg? Dus ik denk dat ouders steun nodig hebben van de diëtist of van de kinderarts om te weten van wat is goed genoeg? Nee, misschien niet perfect, maar wel goed genoeg voor dat moment. Daar denk ik dat ouders ook een soort gerustgesteld willen worden door de medische mensen met die achtergrond. En aan de andere kant zou ik ook zeggen van choose your battles. Ja, er zijn heel veel dingen, heel veel opvoedingsconflicten waar je met je kind in zit. Wat is een goed moment om welk probleem aan te pakken? Zeker wanneer er nog meer opvoedingsproblemen zijn, is het belangrijk om te weten, je kunt niet alles aanpakken. En misschien weet je wel dat het zou moeten, maar niet alles kan in één keer. Dus kijk op welk moment je voor wat voor een probleem gaat kiezen. En zeker als het om eten gaat. Dus ontbijt is niet het beste moment om iets te willen veranderen. Want je weet gewoon dat je uiteindelijk aan het kortste eind trekt. Want je moet naar school, de andere kinderen moeten naar school, je moet gaan werken. Uiteindelijk kies je dan toch voor datgene waarvan je weet, dan heeft hij toch iets gegeten. En dan gaat hij toch met een volle buik naar school. Of 's avonds wanneer je moet koken en de andere kinderen moeten naar het voetbal. Maar is dat een goed moment om daarvoor te kiezen? Dus kijk binnen je gezin en samen met je partner, wat is een goed moment om wat aan te pakken? En weet ook van, als ik dit ga vragen, dan heb ik ook gewoon de tijd en de rust om dat te doen. En wat is mijn alternatief op het moment dat mijn kind dat niet wil eten? Dus kies daarvoor en wees daar ook een beetje mild voor jezelf in. En ga niet voor datgene waarvan je kiest, want dit zou eigenlijk het beste zijn als je dat niet waar kunt maken. Ja.